Vandaag is de internationale dag tegen het politiegeweld. Politiegeweld. Is dat dan geweld tegen de politie? Of is het geweld van de politie tegen de mensen? Nou ja. Ooit illustreerde ik een politieagent vol wapenuitrusting voor een boek in België. Dat is dit boek. En laten we het plaatje even bekijken en laten we dan zelf wat gaan tekenen. Doe je weer mee? Ja, het boek van Toog tot Toga van Paul Pauls. Hoe wettig is zelfverdediging? Ik heb dat boek mogen illustreren. En dat was in de jaren 90. Dat is al een tijd geleden. Kijk. We gaan eens even kijken. Oh kijk, hier 97. 97 komt het boek uit. Dus, nou, het is al even geleden. Ik weet niet of het ook nog te verkrijgen is. Nou, er staan heel veel foto's in, maar er stonden ook tekeningen van mij in. En er was ook een tekening van mij die ik had gemaakt over politiegeweld. Of tenminste, de politiediensten. Nou, je ziet het. Een zwaar bewapende politieagent. En ja, dat zijn tekeningen van mij uit 1996. Dat was nog net voordat ik begon met mijn eigen bedrijf. En ja, als het is vandaag politiedag van het tegen politiegeweld. Dus ja, ik weet niet hoe je dat dan precies moet invullen. Is het tegen geweld wat de politie doet? Of is het tegen geweld tegen de politie? Maar goed, deze heb ik getekend. Ja, laten we maar eens wat dingetjes tekenen. Want wat heeft zo'n agent nou bij? En wat kan zo'n agent gebruiken? Hè? Nou ja, we hebben in ieder geval ja, hoe ziet zo'n pistool er nou uit, hè, van de politie? Nou, vroeger hadden we natuurlijk zo'n pistool. Dat herkenden we dan wel. Dat was natuurlijk zo'n western pistool meer. Slagpan. Zoiets, hè, was dat. Een pistool. Ja, er zat hier zo'n. Dit was natuurlijk het handschot zo. Nou, een pistool. Ja, tegenwoordig ziet dat er natuurlijk anders uit. Pistool van tegenwoordig. Het is allemaal wat rechter geworden, heb ik het idee, hè, dan vroeger. Zo. Ja. Nou, zo ziet de pistool er tegenwoordig wat meer uit. Maar ja, de politie hoopt dat natuurlijk niet te gebruiken. Wat zullen we nog meer kunnen tekenen? Ja, de wapenstok. Dat kan natuurlijk ook, hè. Nou, die zag er vroeger ook anders uit, hè. Dan vroeger was dat meer zo. En dan een touwtje eraan. Zo, dan konden ze er mee zwaaien ook.
Een wapenstok. En tegenwoordig ziet dat ding er toch een beetje anders uit. Het is een ding wat je tegenwoordig wat uitschuift. En dan krijg je ook een beetje het honkbalknuppel idee. Maar hij is dus smal. En hier weer wat breder. Zo. En zo schuift hij dus zeg maar uit. Dus nog steeds wel een zwart ding, maar... Hij schuift dus uit die wapenstok. Ja, wat heeft de politie dan nog meer? Handboeien misschien? Er is bijna geen plek meer op het papiertje. Politiehandboeien. Zo. Dit hier. Hopla. Zo. Hier zitten ze dan weer aan elkaar vast, de handboeien. Zo. De handboeien. Nou, ik denk dat we zo aardig wat dingetjes hebben getekend voor vandaag. Ik zou zeggen, ga verder zelf aan de slag met allerlei politiebewapening of attributen. Je hebt nog pepperspray natuurlijk. En ze hebben vast nog meer dingen. Een mobilifoon. Verzin gewoon wat dingen en ga lekker tekenen. Dat is het belangrijkste. En ik zie jullie dan morgen in de volgende video. Tot morgen.